In de wereld van vandaag is technologie van levensbelang. Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, speelt aardig in op deze ontwikkeling. Recentelijk hebben we goed nieuws gehad en dat is dat het bedrijf is begonnen met snellere mobiele verbindingen. In dat kader praten we met de directeur van Telesuur, de heer Mike Antonius. Directeur, welkom in het programma. Dank u wel. We hebben onlangs een verheugend bericht gehad van het bedrijf, waarbij is aangekondigd LTE. Klopt. En om te beginnen, wat is LTE? LTE is een broadband standaard. Een technologische benaming, staat voor Long Term Evolution. En dit is een standaard die in de wereld eigenlijk ook nog valt onder de fourth generation of mobile networks. En het is een vorm van hele snelle breedbandverbinding, mobiele breedbandverbinding. We hebben daarvoor 3G gehad. Klopt. Wat moeten we verwachten van deze dienst? Gaat die nog door? Nou, 3G gaat nog door. Eigenlijk wat we ook nog hebben is dat er ook nog steeds 2G is, omdat je nog altijd sommige mensen hebt die van of toestellen hebben of de postapparaten waar er transacties verricht worden in winkels, die werken nog erop. Maar een goed moment gaan wij dat wel moeten uitfaseren, omdat het natuurlijk qua onderhoud geld kost. Maar je wil ook een gegeven moment de nieuwste technologieën in huis hebben en voornamelijk de focus daarop hebben. Dus nu is het eventjes LTE. LTE is ongeveer 10 keer sneller dan 3G. We hebben hem gelaunched in Paramaribo, met name Paramaribo Noord en Centrum. En binnenkort gaan we naar Paramaribo Zuid. En zo doen wij op den duur andere gebieden aan. De vraag die bij ons binnenkwam is dat mensen zich afvroegen, ja maar waarom Noord en Centrum? Waarom niet een groter gebied? Nou, je begint natuurlijk met een gebied. En Paramaribo is zeg maar de hoofdstad. Daarnaast is Paramaribo het commercieel centrum. Het is het politiek centrum. Dus vandaar om die reden begin je met Paramaribo. En waar wij mee bezig zijn, is de service op een bepaalde manier nu optimaliseren. Nu daar wij hem op de markt hebben gebracht. En vanuit zeg maar, de ervaringen nu gaan wij naar andere gebieden. Als je direct over een heel groot gebied begint en je merkt dat er zaken zijn die geoptimaliseerd moeten worden, dat betekent dat het veel meer effort zal kosten. Dus je bakent hem in eerste instantie af. Dat is onze approach. Ja, de testfase is nu gaande, om het maar even zo te noemen. Wat zijn de eerste reacties die u heeft gehad? Heel positief. We hebben het aangekondigd, de service. En we hebben het aangekondigd niet met we komen ermee. We hebben hem aangekondigd met oké, het is nu available. En de reacties zijn heel positief. Met name omdat men niet vaker geroepen van we willen een snellere mobiele breedbandverbinding. En wij hebben heel veel focus gelegd op het vaste net, omdat we daarin nogal wat achterstanden hadden. Die zijn we aardig aan het inlopen. En het is ook natuurlijk belangrijk om niet alleen naar het vaste net te kijken, want wij hebben één netwerk, een vast en een mobiel netwerk, en we proberen die zoveel als mogelijk als een geheel te beschouwen. LTE moet snellere dataverbindingen garanderen. Ja. Als we dat mogen vertalen in het belang voor de economie, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind deze vraag een hele belangrijke vraag. En de reden waarom ik dat heel belangrijk vind, is omdat wij als Telesuur bezig zijn met de verbindingen die we leveren. De vaste breedbandverbindingen en de mobiele breedbandverbindingen. Dat is allemaal in het kader van een fundament dat wij aan het leggen zijn voor het digitaliseren van onze economie in Suriname. Je hebt deze breedbandverbindingen nodig. Het is onderdeel van wat wij steeds noemen onze e-Suriname visie, waarbij als deze verbindingen er zijn, in die visie zijn wij de enabler en we maken mogelijk dat er allerlei type e-services op den duur geleverd kunnen worden.
e-services zoals online QR-payments of e-payments, ook wel bekend onder die naam. En de e-payments, we merken in andere landen hoe veel makkelijker de transacties verricht kunnen worden, doordat men niet altijd geld op zak hoeft te hebben, minder risico's loopt. Maar ook voor het, als ik dit als voorbeeld mag noemen, als je kijkt naar China. China die zal in een jaar tot 2-3 totaal geen cash meer in omloop hebben. En het gaat allemaal met een QR-payments, hun versie van WhatsApp is WeChat. In WeChat heb je WeChat Pay, je kan met WeChat betalen. En als je bijvoorbeeld een tuinman of iemand die thuis komt die je moet betalen aan de deur, kan je het gewoon simpel doen door middel van je telefoon. En wij zijn met de Southern Commercial Bank onder andere met een initiatief bezig om dat soort dingen ook op gang te krijgen in Suriname. En dit alles doen we in het kader van zoveel als mogelijk onze digitale toekomst veilig te stellen, zodat we ook daaraan kunnen participeren. Misschien inherent aan deze vraag ook. Mensen vragen zich af, gaan de tarieven aangepast worden wanneer het helemaal landelijk beschikbaar is? Nou, in eerste instantie, die technologie is er. Je bestelt je datapakket en aan de hand van je datapakket doe je gebruik. We zijn niet, op dit moment is dat niet aan de orde, het aanpassen van tarieven. Te zijner tijd wanneer het nodig is, want natuurlijk, we praten over miljoenen investeringen en dit soort services zijn niet gratis. Dus afhankelijk van hoe de ontwikkeling is, bedoel de koers die redelijk stabiel blijft, waardoor je tarieven kan managen. Maar niet, het is niet zo dat we met deze technologie zeggen van hey, ja, de prijzen gaan omhoog. Oké. Okay. Intussen, terwijl uw bedrijf zich druk bezighoudt met LTE, speelt ook gaande in de wereld 5G ja. Een beetje al. Grote landen die houden zich al ermee bezig. Klopt. Wat is de visie van Telus Europe, dat stuk? Nou, kijk, je zegt het zelf, grote landen houden zich ermee bezig. Niet zo lang terug heeft British Telecom in United Kingdom en een paar andere operators in de United Kingdom, die hebben hun 5G-services gelanceerd. Ik kom niet zo lang terug van een forum van telecom operators of small states in Europa, waarbij landen als Monaco, Faroe Islands en andere, IJsland, die hebben allemaal een 5G-service gelanceerd. Ik heb testen gezien van die service. Het is een significante verbetering. Maar die service heeft ook te maken met wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is. Een ontwikkeling die niet te stoppen is. Kijk, vroeger toen we zeg maar 2G hadden, dan hadden de meeste mensen een mobiele telefoon op en daarmee waren ze aan het communiceren. Of als je kijkt vanuit de huistelefoon, internet, dan had je een PC en je was van daaruit en, op het internet. En dan was er één PC in een huishouding. Maar tegenwoordig hebben waarschijnlijk alle gezinsleden een laptop, allemaal hebben een mobiele telefoon. Dus het werkt niet dat al die apparaten op een verbinding thuis met een lage bandbreedte op het internet kunnen. Ik bedoel, het is frustratie. Wat je tegenwoordig merkt is dat mensen ook nog hun smart tv op het internet gaan. Of hun airconditioning ook nog koppelen op het internet. Want wanneer ze naar huis rijden, willen ze vanuit hun telefoon hun airco aanmaken om in een gekoelde ruimte te komen. Ik geef het alleen maar aan om in perspectief te brengen dat niet alleen de mobiele telefoon, maar een heleboel andere apparaten die worden tegenwoordig zodanig ontwikkeld dat ze allemaal connected kunnen worden op het internet. De koelkast, als je wil weten bijvoorbeeld als je partner die chow mein in de koelkast niet heeft gegeten, kan je vanuit je telefoon kijken. Toch? Wat er in die koelkast zit. Oh nee, ze heeft het gegeten, dan moet ik een andere kopen. Dus ik leg het even illustratief uit om aan te geven dat dit gebeuren waarbij zoveel apparaten op het internet gaan, bekend staat onder de naam Internet of Things. En het tegenwoordig zegt men ook wel Internet of Everything. De auto's, et cetera. Dus om die reden heb je technologieën nodig
met een zodanige capaciteit dat alle apparaten op het internet kunnen gaan. Snap je? En dat zijn zaken die je dus ziet in andere landen. Mm-hmm. Meer nog dan hier. Hier heb je nog veelal wat ik noem die analoge apparaten. Maar op den duur zul je ook wel merken dat die uitgefaseerd zullen worden. Want ze gaan ook niet meer gemaakt worden. Met als gevolg er zullen koelkasten en andere apparaten, microwaves gemaakt worden. Die allemaal of geïmporteerd worden en in onze huishoudens ook in Suriname zullen zijn. Die allemaal op het internet kunnen. Dan gaat 5G voor Suriname een nog belangrijkere rol spelen. Hmm. Terwijl wij spraken, directeur, deed ik even een speedtest. Ja. En ik zie ongekende snelheden, 23 ja. MB, klopt. Soms 40 en hoger. Ja. Is het dan nog nodig dat je die overstap maakt in de toekomst naar 5G, als je dit nu al hebt? Nou, voor nu is dit natuurlijk goed met zeg maar, wat wij hier in Suriname hebben aan apparaten die op het net gaan. Maar bedenk je dat op den duur zeg maar, de apparaten hier in de ruimte in alle huishoudens, bedrijven connected zijn. Dan wil je wel ervoor zorgen, video, veelal gaat content nu ook richting streaming. Ja. Toch? Nu kan je filmpjes downloaden, je hebt ze thuis op een device. Maar in de toekomst gaat veel meer richting streaming. En los van het feit dat deze aspecten die entertainment gerelateerd zijn, capaciteit willen, dan zijn er ook zaken die met business te maken hebben die je niet wil dat ze onderbroken worden. Vooral wanneer het gaat om het verrichten van betalingen. Dus met deze snelheden ja, voor nu zitten we oké, maar we zullen wel naar naartoe moeten werken dat op den duur we ook met 5G in Suriname komen. Ik wil toch teruggaan naar de landelijke beschikbaarheid, die volgt nog. Ja. Maar heeft u een target in mind van dit jaar misschien? Nou, we werken heel voortvarend en we hebben afgesproken van hey, we focussen even nu op Paramaribo en wij gaan de samenleving verrassen. Oké. Okay. Ten aanzien van de e-Suriname visie, er zijn ongekende mogelijkheden binnen de, zeg maar, de technologische branche. Wat mogen wij nog verwachten op korte termijn van Telesuur als zeg maar, de frontrunner in dit alles? Nou, als frontrunner, een van de belangrijkste dingen die in die visie genoemd staat is e-payments. Er zijn hier wat e-payment initiatieven. Maar we moeten dit veel meer en toegankelijk maken voor iedereen. En wij zijn met een initiatief bezig. We zijn aardig gevorderd ermee. We zijn nog met wat compliances bezig om ervoor te zorgen dat we aan alle compliances voldoen. En dat is sowieso een van de dingen die er op korte termijn zal gebeuren. Het is nou, wat ik al eerder zei, een initiatief die wij hebben samen met onder andere de Southern Commercial Bank. Dat is voor mij een van de belangen, is de gasoline binnen deze vision. Ten aanzien van een e-Suriname proberen wij iedere gelegenheid met alle stakeholders in Suriname erover te praten, omdat het iets is dat we moeten omarmen. Het is niet iets dat Telesuur alleen kan bewerkstelligen. Wij zijn de enabler en wij hebben hier en daar wat initiatieven, maar het moet omarmd worden door een ieder. We hebben een initiatief van onder andere dokter Randami van het Academisch Ziekenhuis hebben wij ondersteund. Het is een e-health initiatief, niet op grote schaal, maar het is een e-health initiatief waarbij, en wij vonden het belangrijk om het te doen, want we doen zoveel in het binnenland. We brengen telecommunicatie tot ver in het zuiden, Kuala Nasumutu, Tepu. En we gaan door tot naar Alala Padu en wij vonden het belangrijk om dan ook een e-health initiatief te hebben. En we hebben dus die Snakebite app ondersteund. Maar er moeten meer van dit soort initiatieven komen. En natuurlijk is het niet, gaan wij niet allemaal kunnen ondersteunen. Er zijn ook anderen die dat soort initiatieven daar een bijdrage aan kunnen leveren. We doen het als voorbeeld. Als frontrunner wil je die initiatieven in werking zien. Omdat we weten dat het voordeel zal hebben voor onze samenleving. Directeur, nu de overstap is gemaakt naar LTE, mobile. Wordt de vraag wel eens gesteld door de gemeenschap. Heeft Telesuur eerder wel 4G-diensten aangeboden? Ja. Wat klopt daarvan? Nou, het is een hele goede vraag.
Kijk, de technologie die staat niet stil. Toen we in de eerste instantie 4G hadden aangekondigd, moet je het zien als de eerste versie van 4G. En die technologie staat niet stil. De leveranciers blijven het ontwikkelen. En in principe waarmee we nu komen is de laatste versie van 4G, is LTE. Is een hele andere standaard dan die eerste versie die er was. Omdat er heel veel improvement is aangebracht. En nu zijn we met deze versie er. En na deze versie in principe volgt er 5G. Over 5G gesproken, in de wereld wanneer men nu over 5G praat, praat men nog niet over zozeer over 5G mobile, maar men praat meer over 5G als een fixed service. Want ook de samenleving zal ervan op de hoogte zijn dat Telesuur al LTE-diensten geleverd heeft. Maar die LTE-diensten waren LTE-fixed diensten, aansluitingen die we aan huis leverden. Maar de LTE die we nu leveren is op de mobiele telefoon. En dit soort services, je kan het ook merken als je kijkt naar de mobiele telefoon, zeker als je in Paramaribo bent, dan is de snelheid veel hoger. Ik bedoel, hier herhaal ik een speed van 46 MB, een downloadsnelheid, met een uploadsnelheid van 39. Toch, dit is zeker 10 keer beter dan zeg maar die eerste versie van 4G waarmee we er waren. Directeur, dat was een mondvol wat betreft de nieuwe ontwikkelingen die we natuurlijk allemaal moeten omarmen. Ik wens u heel veel succes toe. En het ziet er allemaal goed uit voor Telesuur. Ja, we blijven aan de weg timmeren, we staan niet stil en we zorgen ervoor dat we samen met anderen een goede impact maken in Suriname. Dat was het interview dat wij hadden met de directeur van Telesuur, de heer Mike Antonius. En hij is uitgebreid ingegaan op de nieuwe mobiele dataontwikkeling, genaamd LTE. Een ontwikkeling die Suriname zeker moet koesteren en natuurlijk heel veel voordelen voor ons land zal hebben. Bedankt voor het kijken. Goeiedag.